Zo, ik heb even net even was aanrecht gedaan, moest even gebeuren. En ja, nu even wachten op de rit. Zo, en ik ben even bij een groep geweest, even mijn begeleider even helpen met eten te maken. Super tof, kijk naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is de pot, zoals jullie weten. Ik weet dat het raars aan de hand bij mijn computer. Iets met een video's de hele tijd. Terwijl dat het helemaal goed zit. Maar ik ben net wakker. Ik ben nu al onderweg naar mijn werk. Ik was al bezig met video's. Maar ik ga vanmiddag verder. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar mijn video's doen heel apart namelijk. Maar wat er aan de hand is, heb ik geen flauw idee. En het is ongelooflijk donker. En het is 7:30 alweer. En we gaan even kijken hoe warm het vandaag is. En het is, hij geeft aan dat het 4 graden is buiten vandaag. Maar ja, ik ben nu onderweg. Wat ik altijd doe als ik onderweg naar mijn werk ben of wat dan ook. Ik zet altijd geluid uit van mijn telefoon. Vind ik altijd fijn. Dus ga ik dat nu ook doen. Zo. Want omdat ik aan het werk ben natuurlijk wil ik niet gestoord worden. Dus ik ga nu wat ik al zei richting werk toe. Ga ik werken. En dan ga ik vanmiddag even kijken hoe het allemaal zit. En ik ga nog steeds achteraan ook een smartwatch. Hoe dat er aan mee hangt. Zo, ik ben nou thuis gekomen. Maar ik heb wat nieuws. Maar dat kan ik niet laten zien. Maar ja, ik heb een nieuw statiefje. Ik heb wel een foto ervan. Een plaatje ervan. Het is eigenlijk voor de telefoon bedoeld. Maar ik heb hem om mijn camera natuurlijk neergezet. En ik ben lekker klaar met werken. En ik ga nu lekker mijn werkkleren uitzetten. Dus ga ik hem hier goed namaken. Hoppakee. Zo. Want werk heb ik ook weer gehad. En om mijn werk toevallig moet ik heel vaak op deze knopje drukken. Maar dat werkte niet op mijn werk. Ik dacht, wauw, oké, simpel. Maar ja, nu even lekker uitkleden. Ik ben klaar met werken natuurlijk. En dan gaat deze kleurwerk shirt gaat dan hier neergelegd worden. En dan ben ik weer normaal. Weer normale kleren. Ja. Ook weer gehad. En dan ga ik nu maar zo meteen even lekker eten. En even editen. Want er moet ook even gebeuren. En het belangrijkste natuurlijk, even Ganya eten geven. Want die moet ook nog eten. Hé Ganya, die wil een beetje broodjes misschien, hè? Ja, wat ik ook ga doen toevallig, ik heb ook brood gehaald naar mijn werk. Dus even deze afwassen voor hem. En dan ga ik ook nog doen, even afwassen. Want ik moet nog editen, 2 video's en nog andere dingen. Maar ja, dat ga ik zo meteen allemaal even doen. Zo, hoppakee, ook weer gehad. Kan je, hè? Boef. Kijk eens jongen, alsjeblieft. Eet smakelijk. Nou, hij ook weer blij. En ik ook gelijk erbij. Zo, ik heb even net even was aanrecht gedaan. Moest even gebeuren. En ja, even nu even wachten op een vlog. Die in de render zit. En ik kom er gewoon niet uit hoe het met de smart zit. En ik weet, misschien heb ik het een beetje te veel over, maar het verbaast me gewoon dat het gewoon niet lukt. Dat bedoel ik meer te zeggen eigenlijk. En ik heb nog een bakje koffie, die ga ik nog wel opdrinken, natuurlijk. En tussen die tijd ga ik nog 1 bakje zetten en dan wachten tot die vlog klaar is. Want zoals jullie zien zit een render. En Ganya kan zo mooi kijken af en toe, vind ik. Hè. Die zit al daar zo'n hoekie. Daar, namelijk. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Hé Ganya? Nou, ik zie hem nu al namelijk. Maar die zit helemaal te gefocust voor mij. Maar ja. Ik ga even, wat ik al zei, koffie zetten. Nieuw statief natuurlijk. Het is even wennen, want ik zit nu al een beetje te kleuten. En ik moet even water vullen voor de koffie. En over water gesproken. Je hebt net gevuld water.
En laatst tijd drink ik veel water in de avond, omdat ik eigenlijk dan geen koffie drink. Maar wat is trouwens, ik zit de draden te drinken. En dan denk ik van, wat is eigenlijk water ongelooflijk lekker. Mensen, misschien dat zijn mensen denken, hè? Lekker? Ja, ik vind het letterlijk lekker. Lekker fris en koud. En gezond trouwens. Want ik drink elke avond gewoon heel fles water, gewoon bijna leeg. Of zelfs twee. En dan, ja, misschien ook raar. Nou weet ik wel, ik zit dan half toe te zeggen van waarom moet ik snel dan veel naar wc? Omdat ik veel water drink natuurlijk. Maar dat is juist algemeen goed voor je, water. Dus, ik moet wel een nieuwe koffiepad zien. Want ik drink dan elke avond wel twee flessen ervan. Zelfs als ik, ook bij mijn bed staan. Voordat ik naar bed ga, ga ik altijd ook een hele fles water vullen. En dan ben ik klaar. Dan heb ik dat alles al gedaan. Daan in ieder geval. En ik wil veel wel soms water eigenlijk, als dat ik soms af en toe ineens wakker word. En dan heb ik ineens dorst. En ik vind het zo fijn als je fles water naast je hebt staan. Dus dat is ook de reden daarvan. Dus ja, dan weten jullie de reden daarvan ook. Maar algemeen, ik drink best wel echt ongelooflijk veel water. Dus. En mijn video's kluisje, ik vind alles van achter te kijken. Dan ga ik eerst het suiker in doen en dan ga ik hem in plannen. Zo, en ik ben bij een groep geweest, even mijn begeleider even helpen met eten te maken. Want dat heb ik ook even gedaan. Want ik heb even lekker zuurkoolschotel gelaten maken. En tussentijd dat ik dat ga eten nu, ga ik ook even laten proeven. Ga ik ook even proeven, maar dan ga ik nog iets klaarzetten om dadelijk lekker YouTube te kijken. Maar dan ga ik nu even inderdaad even lekker proeven. Dus daar hoor je mijn reactie wel. Voor mij is één poot kapot. Of gelijk het maar zo. Nee, lijkt maar zo. Oh nee, wacht, dat die verstand niet goed. Zo. Maar ja, dan ga ik even proeven hoe dat smaakt. Die zuurkoolschotel. Want die heb ik uit recept van die app. Zo'n app. Heet gezond. Gezond eten of zoiets. Zal ik maar te knoeien. En ik ben benieuwd hoe het smaakt eigenlijk. En het is één ding toegevoegd. Dat is ananas. Maar dan ben ik wel alsnog wel benieuwd hoe dat smaakt. Met gehakt. Zit erin. Zuurkool natuurlijk. Aardappelpuree die zelf gemaakt is. En lijkt me wel ongelooflijk lekker. Ja, is te doen. Smaakt goed. Ja, aanraden om dit te laten maken. Ja, en dan ga ik dadelijk Feyenoord PEC Zwolle kijken. Want die staan al helemaal te popelen om te beginnen. Alleen bagger regen zie ik er buiten. En laatste wasje die nu aan het draaien is. In de wasmachine. Dan ga ik die ook nog ophangen. En tussendoor lekker Feyenoord PEC Zwolle kijken. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ik denk dat jullie ook wel benieuwd zijn wat ze gaan doen. Ik ga nu lekker kijken. Feyenoord PEC Zwolle. Ik ga me lekker klaarmaken om naar mijn bed in te gaan. Want ik ben het begin een beetje in te kakken. Het is 10 uur geweest. Feyenoord wedstrijd ga ik waarschijnlijk niet afkijken. Helaas. Maar ja, ik hoor morgen wel wat de uitslag is. Dus we gaan morgen wel zien. Ik ga nu lekker, wat ik al zei, lekker slapen. Nou, dat even lekker doen. En tussentijd ga ik even mijn rolgordijn naar beneden doen. En dan lekker een beetje in. Dus laten we dat doen nogmaals. En ik heb er wel zin om lekker een beetje in te leggen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal tof zijn als je me abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters. Zo, de pizza is gesneden zoals jullie gezien hebben. Het is eigenlijk een ander gezicht dan normaal. Want ik kan ook zo nu. Ik kan
kwam net bij Rick daar gezellig vandaan en we hadden samen even een persconferentie zitten kijken. En ik denk dat jullie ook wel verwachten.